Ben jij die geboren entertainer, horecamedewerker of receptionist? En wil jij mensen de vakantie van hun leven geven? Dan is de Vakansolei Leisure Academy echt iets voor jou. Wij bieden praktijkgerichte internationale mbo-opleidingen die je klaarstomen voor een succesvolle toekomst in de internationale recreatiebranche. Benieuwd waar onze studenten zoal terechtkomen? We vroegen het Dennis. Jullie gaan binnenkort een stage lopen voor het Vakansolei op een camping. En wij als Vakansolei hebben daarvoor een aantal kernwaarden in het leven geroepen. Wat we doen binnen het Vakansolei Trainingscentrum is dat wij zowel intern als extern trainen. Dat wil zeggen, wij hebben een samenwerking met verschillende scholen binnen Nederland, verschillende ROC's. En daar geef ik lessen. Ik ben begonnen als 15-jarige jongen op de Vakansolei Leisure Academy, waarin ik heel veel heb geleerd. Na Vakansolei naar door ben gegaan als hoofdanimator op een camping. Daarna op Vakansolei op het hoofdkantoor terecht gekomen. De voldoening haalde voornamelijk uit het feit dat jij ziet dat mensen door hetgeen wat jij doet daadwerkelijk een hele leuke vakantie hebben. En met name het stukje animatie wat ik heel veel heb gedaan. Ja, daar heb je 60 kinderen die voor je zitten met een enorme glimlach die allemaal een tekening komen brengen aan het einde van de vakantie. Van het begin af aan, ik wist die stage komt eraan. Ik heb daar een heel jaar naar uitgekeken. Eigenlijk zoals ik nu ook heel veel studenten er een heel jaar naar uit zie kijken. En hoe die ervaring ter plaatse is, dat is per student anders en per persoon anders. Ik vond het juist heel gaaf. Een nieuwe omgeving, een nieuwe taal, een nieuw land, nieuwe mensen om me heen, nieuwe vrienden. Het was fantastisch. Ik weet heel goed hoe de studenten zich voelen. Ik weet hoe het is om voor het eerst in het buitenland te zitten. Hoe spannend dat kan zijn tussen Fransen, tussen Italianen, tussen Spanjaarden. En om daar je werkzaamheden uit te gaan voeren. Je zit in een internationale omgeving met internationale mensen. En hier ga je ook echt met Franse mensen te maken krijgen. En ga je je talen ontwikkelen. Hier ga je echt op het podium staan om voor een hele groep mensen te presenteren. Dat is het grote verschil met school. Wat een gemaakte situatie is. En hier op stage een echte situatie waar je heel veel meer van gaat leren. Nou, wat ik heel gaaf vind om te zien is dat ik op school begin ik bijvoorbeeld met eerstejaarsstudenten die binnenkomen vanuit een VMBO of vanuit een HAVO. Ze komen binnen zonder ervaring, ze komen heel bleu binnen als hele jonge studenten, 16 jaar vaak. En gedurende het jaar zie je ze al groeien. En als je dan ter plaatse die stagebegeleiding mag doen, ja, dan zie je ze in hun echte omgeving die ze gaan doen. Ja, dat is superleuk om te zien. En jaar 2, dat ze weer bij je in de klas zitten, dan merk je ook echt dat ze gegroeid zijn. Dan kun je verder gaan met de lessen die je jaar 1 ook hebt gedaan. Daar maken we een diepgang van. En dan zie je ook echt dat ze heel veel geleerd hebben. En dat is wat het echt heel erg leuk maakt. Ben je enthousiast geworden en sta je te popelen aan de slag te gaan in de recreatiebranche? Vraag dan een brochure aan of schrijf je in op onze website.